Hakkeplak! Dit is vast, ja! Dit is vast, dit is vast, de schatkast! Doe het deurtje nou eens open! Hé, hey, doe je mee? Jij en jij, kom erbij, kom de schatkast in! Van je eenkie dinkie doppiedee, doe je mee met mij, kom erbij! Deurtje dicht, deurtje open, er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg. Wie waai weg, deurtje dicht van je inkie dinkie doppie dee. Doe je met ons mee vandaag? Ja! Stil allemaal, nou begint het schatkastverhaal. Wie zijn dat nou? Ik ben Jas, de zakkenman. En jij bent Janjapie. En dat is Nelis de kat. Maar er is hier nog iemand. De veelvraat. De veelvraat? Wij? Is het er één? Of zijn het er twee? Komen ze uit jouw prentenboek? Meneer Pastoor? Nee. Dat is Janjapie. En dat is Nelis. Nelis? Ja, waar is die nou weer? Nelis! Nelis? Is het er één of zijn het er twee? Dat staat er niet. Nee, er staat... Nelis, heb jij wel eens gehoord van de veelvraat? Ja, en toen schreef ik de veelvraat een brief. Waarom? Nou, als die wel bestaat... dan kan de veelvraat toch terugschrijven? Daar komt de hak! Uit de zak! En plak uit de zak. Kieken, boe! Wat een papkat! Die hoort bij dat papventje. Hey, papventje! Wij zijn hier! Ik ben geen papventje, want ik eet nooit pap. Lekker niet. Ze zitten in mijn huisjas. Die zal ik eens pakken. Ja! Jij zijn slap! Als avond maar pap. Hennis! Sorry. Waar zijn die twee nou? Zo slap als havermout pop. Hé, hey, pap, vind je met je papbenen? Lekker niet. Dat zei die stomme veelvraat ook. En toen schreef ik terug. Weg? Waar zijn jullie nou? En waar is dat briefje nou? Ik geef het op. Alles wat wegloopt, kan ik niet pakken. Weg. Mijn briefje is weg. Wat schreef ik nou aan de veelvraat? Hier staat het. Stomme veelvraat. Ik word geen papventje. Want ik eet nooit pap. Punt. Ik wil het echte briefje. Dan schrijf je toch een nieuw briefje? Ja! Wat heb je nodig om te schrijven? De kast heeft weer een nieuwe schat voor ons. Dat heb je nodig om te schrijven. Een vel papier. Een potlood. En dan schrijven maar. Wat schrijf jij? Je naam?
Of ga je een briefje schrijven? Briefje, briefje. Ik schrijf een briefje aan mijn lieve, liefste liefje. Aan mijn oma, aan mijn zusje. Knuffelkrabbels. Streepjeskusjes. Krullenzoentjes op papier. Voor mijn liefste liefje hier. Liefje, liefje, liefste liefje. Schrijf je me nu ook een briefje? Ja, dat wil ik ook. Ik wil schrijven. Ik wil schrijven. Komt eraan. De kast heeft schatten in zijn laadjes. En ik heb schatten in al mijn zakken. Een pen. Een pen. En papier. Ik heb schatten in mijn jassenhuis. Een vel papier. Ga er eens af, Nelis. Een vel papier en een potlood. En zo maken we hier een schrijfhoek. Ja, en nou wil ik schrijven. Kan jij al schrijven? Wat moet ik schrijven? En dan hakken. Ik schreef. En plakken. Stomme veelvraat. Ik word geen papventje, want ik eet nooit pap. Schrijf dan. Stomme veelvraat. Ik hakwerk voor hak. Een plakwerk voor plak. Papventje. Papventje. Zinnen hakken. Woorden plakken. Hak, hak. Plakken, plak. Hakken, plak. Hakken, plak. Hakken, plak zijn wij. Hak ben ik en plak ben jij. Ik hak en ik hak. Ik plak en plak alles vast. Met mijn plak zo'n kwast. Met mijn kwast. Ik hou van mos. Hak, hak. En ik val vast met mijn plak zo'n kwast. Met mijn kwast. Ik ben ik en jij ben jij. En samen zijn we hak en plak. Hak, hak. Plak. En weg zijn ze weer. Het is een hakker en een plakker. Maar wat plakken ze dan? En wat hakken ze dan? Hout? Ze plakken papier. Mijn mooie boek. Mijn mooie brief. Ah, die zin is nog niet af. Ik word geen papventje. Is er wat afgehakt? Nee, die zin is nog niet afgeschreven. Er moet nog bij. Dat kun je horen. Ik word geen papventje. Want ik eet nooit pap. Punt. Einde zin. Ja, dat stond in mijn brief. En nou moet jij weer terugschrijven. Jij was te veel, vraat. Ik? En wat schreef ik dan? Waar is het boek? Nee, je moet het zelf verzinnen. Moet ik zelf iets bedenken? Iets bedenken. Lieve Jan Jappie. Als je pap eet, word je dan een papventje? En als je soep eet, word je dan een soepsterel? En als je kaas eet, word je dan een kaasschaaf? En als je een ei eet,
word je dan een eiland? En als je kool eet, word je dan een koolmees? En als je ham eet, word je dan een hamburger? Een koolmees. Een hamburger. Schrijf op. Opschrijven. Opschrijven. En dan hakken. En plakken. Opschrijven. Anders vergeten we het. Een nieuw vel papier. Hé, ik wil ook in je huis. Welkom thuis in mijn jassenhuis. Zij gaan schrijven. En wij gaan hakken plakken. Ja. Hapjes. Lekker. Mooi. Jij bent Hok. En Plak ben jij. Dit is een zin. Ik word geen papvintje, want ik eet nooit pap. Hapjes. Hapjes. Een papeter? Een houtworm? Hè? Als je friet eet, word je dan een zak patat? En als je ijs eet, word je dan een ijsbeer? En als je Nelis eet, word je dan een kattenkop? En weg is die. Want ik eet nooit pap. Klaar. Ik hou van los. En ik hou van vast. Ik plak met mijn kwast. Alles vast. Want jij bent Hok. En jij bent Plak. Woordje. Hier en woordje daar. Ik plak alles aan elkaar. Alles zit vast. Lees je maar. Woordje hier. Een woordje daar. Gekke Plak. Je gooit alles door elkaar. Wat staat er dan? Wat staat er nou? Ik word geen pap, vind je? Dat is goed. Want pap nooit ik eet. Huh? Want pap nooit ik eet. Boekje, mooi boekje. Hé, mijn brief. Ze hebben er gehakt van gemaakt. Nee, Les. Oh, hapjes. Het boek! Als je een ei eet, word je dan een eiland? En als je een boek eet, word je dan een boekenworm? Mooie hapjes voor happen. Ja, ja, ja. Deurtje dicht, deurtje open. Er komen woordjes uitgekropen. Blaas maar weg. Poppetje gezien, kastje dicht. Dit is vast, ja. Dit is vast, dit is vast. De schatkast. Jij en jij, kom erbij, kom de schatkast in.
van je inkie dinkie doppie dee. Doe je mee met mij, kom erbij. Deurtje dicht, deurtje open, er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg. Piepie baai weg, deurtje dicht van je inkie dinkie doppie dee. Doe je met ons mee vandaag. Zit ik dan. Jas de Zakkenman. Zonder Janjappie. En met een kast vol. Schatten! Hak en plak. En hapretje. Een schatkast waar een boek in zat. Janjappie en de Veelvraat. En Janjappie is weg. Nelis is weg. Die zoekt Janjappie. En de Veelvraat. Zou die echt bestaan? Maar het boek is weer heel. Heel? Niet kapot? Niks te plakken. Loshakken. Hè? Losse woordjes van maken. Losse woorden. En dan plak een zin maken. Er wordt niet meer geplakt en gehakt met dit mooie boek. Niet meer gehakt? En geplakt. Geen wapens meer voor haar prins. Hou op. Ik schrijf wel een brief voor jullie. Maar waar is Janjappie toch? Goed, goed. Wat heb je nodig om een brief te schrijven? Dit. Een vel papier. Een envelop. En een postzegel. En een pen. Ja. Hoe begint de brief van Janjappie? Ja, rustig, rustig. Dag. Veelvraat. De Veelvraat. Als die echt bestaat. Waar woont de Veelvraat dan? Op welk adres? In de Hakstraat? Hey, Plakdorp. Hakstraat. Plakdorp. Kijk eens wat ik schreef. Precies zo'n brief als in het boek. Ja. Dag, Veelvraat. Zal ik je wat vertellen? Ik heb vis geproefd. Vis. 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 Kort woord. Vis. En het was niet eens vies. Vis is niet vies. Ik denk dat ik nou wel sterke spieren krijg. Kus. Kus. Vis. Korte woorden. Hak, hak. Kus. Janjappie. Maar waar is Janjappie toch? Dit is de brief en die moet hierin. Dit is een envelop. En op de envelop plak je een postzegel. Met plak? Met mijn kwast? Nee, met spuug. Er zit al plak op. Oh, jammer. Niets? Fiets!
vriendjes maken? Ja? Ja? En op de envelop moet ook een adres. Aan de Veelvraat. Maar waar woont de Veelvraat? Waar woont de Veelvraat? De Veelvraat, waar woont de Veelvraat? Eet veel, vreet veel, waar woont de Veelvraat? In de Veelvraatstraat, in Smikkelstad. Is dat het goede adres? Yes, yes, yes. Nee, waar dan? Ik word er nog beschokken van. In Lekkerkerk, in Kouwenstein. In Slikkerveer of Spekkiesdorp. In Lollieland of Romeinstad. Is dat het goede adres? Yes! Niet waar dan? Oh! Ja! Ik zoek een lange hakkenzin uit die brief. Ik wil hakken! En ik plak vast. Vast met mijn kwast. Ja! Die zin is lang! Ja! Ik denk dat ik nou wel. Korte woorden. Sterke spieren. Lange woorden. Krijg! Ha! Daar gaat hij! En hak! Hapra gaat oude woordjes opeten. En er mooie nieuwe rijmwoordjes van maken. Lieve Nelis, ik moest huilen, hè? Ik wil naar huis. Ik wil naar papa. Ik wil naar mama. Ik wil ook tante Stien weer eens een keertje zien. Maar mijn huis is ver weg, over de zee. Wie brengt me thuis? Jas misschien? Weet die het adres? Is dat het goede adres? Maar waar is het huis van de Veelvraat? En bestaat die Veelvraat nou wel? Geloven jullie in de Veelvraat? Hey, dat is mijn brief. Ja, ik heb een zin in stukken gehakt. En ik heb de woorden weer vastgeplakt met slappe plak. Dat zie ik. Wat staat er nou? Sterke spieren, ik denk dat ik nou wel krijg. Is dat nou nog dezelfde brief als in het boek? Waar staat die brief in het boek? Hey! Wij doen niks! Oeps. Happer, wat doe je nou, Veelvraat? Je haalt alle letters weg. Happerlief? Ja, toch? Happer heeft lieve nieuwe rijmwoordjes gemaakt. Kom uit Happerbuikje. Alle zinnen weg. Alle woorden weg. Alle letters weg. Janjappie weg. Wauw! Kiekeboe! Janjappie!
Nou ben jij weer terug. Maar je verhaal is weg. Geen woorden. Geen letters. Maar die heeft Happer. Kijk! Mooi nieuw verhaal gemaakt. Mooi gedicht. Met mooie rijmpjes. Ja. Maar wat hoort waar? Boek hier? Ja! En die rijmwoordjes ook. En dan? Oh, komt het mooie rijmverhaal van Happer? Ja? Ja? Ja! Doe je mee allemaal? Met Happertjes mooie rijmverhaal? Ja? Ja? Zie je Janjappie? Neem toch een hap? Nee, roept Janjappie. Ik lust echt geen. Nou, jullie. Pap! Daar komt tante Stien. Met een kom groene troep. O, ba, roept Janjappie. Ik lust echt geen. Soep! Wil je niet goed eten? Dan opgepast. Straks komt de veelvraat uit oma's kast. En hij droomt van een veelvraat. Een veelvraat zo slap en zo dik en zo klontig als havermout. Pap! En dan vraagt hij zich af of de veelvraat wel past in een hoek of een laadje van oma's kast. Hij bestaat niet, zegt Piet. Wel eens roept door. Wat zegt Fik de visboer? Wat zegt de pastoor? Is een veelvraat nou echt? En geloof je dat? Vraagt Janjappie aan Nelis, de rode kat. Ik schrijf hem een brief en die brief leg ik vast op een trommel in oma's oude kast. De veelvraat schrijft terug. Alleen brood maakt je slap. Dan word je een ventje met benen van pap. Word je slap van brood met gekke veelvraat baas? Word je slap van alleen brood met pinda kaas? Mijn spieren zijn sterk, al ben ik nog klein. Ik loop zelfs nog harder dan de gele trein. En ik kan heel goed tekenen. Ik teken hier iets en dat is voor jou. Dit ben ik op een fiets. Goed fietsen en eten? Wat? Een drop of gebak? Janjappie denkt na in een boom op een tak. Tja, wat zal ik zeggen? Kip, peer of een radijs? Een eitje, een wortel, komkommer of ijs? Spaghetti of vis? Kijk zelf maar wat het wordt. Op, zegt Janjappie. En leeg is zijn bord. Dag, veelvraat. Veel groeten van mij en een kus. En nou doe ik mijn brief in de brieven. Bus. Deel je mee met de rijmpjes? Bedankt allemaal. Het boek is nu uit. Einde verhaal. Mooi, hè? Ja, ja. Het is een rijmboek geworden. Met een verhaalgedicht. En toen was alles op en het verhaal was uit. Afgehakt. Weggeplakt. Geen hapjes meer. En toen ging de laatste brief op de bus. En toen wou ik naar huis. Ik wil naar huis. Ik breng jou naar huis. En de kast, die neem ik. De plak is op. Poppetje gezien. Kastje dicht. De schatkast. Het verhaal is uit. De kast is weer klein. En ik nou? En alles wat mooi is. Wat niet van jou is. Dat neem ik mee over de zee. Ik ga naar huis. Kruip maar in mijn huis, dan breng ik je thuis.
Wie gaat er mee over de zee? Waar woont Janjapie? Eet veel, eet goed. Woont hij in Janjapie-stad? Daar ligt mijn boot! Zo kan ik naar huis! Nog even, dan zijn we weer thuis. Ja, fijinkie dinkie doepie dee. Doe je mee met mij, ga je mee? Ja!